De stem van Roos is iets waar de kijkers thuis vaak grappen over maken. Ik heb nog nooit eerder in de publiciteit gestaan en toen ik mezelf voor het eerst terughoorde op tv, was dat ook wel even een momentje. Oh ja, ik praat inderdaad nogal snel, hard en enthousiast, vertelt Roos in gesprek met Veronica Superguide. Maar op Twitter werd zoveel lelijks over mijn stem gezegd dat andere mensen het zelfs voor me gingen opnemen. Stop met dat meisje belagen, want je mag iemand niet pesten met zijn handicap. Toen dacht ik, een handicap, dat is het helemaal niet. Toch kan de stylist niet over de opmerkingen inzitten. Mijn stem is mijn handelsmerk geworden. Het is juist leuk dat ik daardoor herkenbaar ben. Het levert haar zelfs een persiflage op in de tv-kantine. Ook Monica Geuze deed haar na. Ik vind dat alleen maar grappig en ook wel een eer. Mensen die er negatief over doen, zijn ook vaak de miesmuizers of types die overal iets van vinden. Dan denk ik, ga je met iets belangrijkers bezighouden. Omdat Roos naar eigen zeggen nooit de ambitie had om haar gezicht op televisie te laten zien en bekend te worden, kan ze de kritiek makkelijk naast zich neerleggen. Ik weet waar ik voor sta in het leven, ik ken mezelf en ik doe gewoon mijn vak, dus ik ben niet zo snel om ver te blazen. Het merendeel van de reacties was ook alleen maar positief, hè? Dat is hartstikke leuk.